Goed mensen, ik ben zo leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van deze Pam's Survival. Jongens, ik heb hier hartstikke veel zin in. Ik hoop dat jullie ook uh, veel zin in hebben. Het is een nieuwe week. Maandag is het weer 7 uur. Betekent gewoon weer lekker PM Survival. Jongens, doe vast al een groen duimpje omhoog. Laten we proberen de 1500 groene duimpjes gaan halen. Ik denk dat het gaat wel lukken. En jongens, we hebben natuurlijk een, uh, een invite gedaan. Een invite video hebben we gedaan. Elke vrijdag komt die. Um, en maandag gaan we iemand inviten. En de winnaar is. Ik ga zijn reactie voorlezen. Ik wil heel graag op de PM Survival. Want mij lijkt het een awesome server om op te surviven. I love PM Survival. Minecraft naam is Peace. En het cijfer voor de server is 10%. Plus. De winnaar is. Matsboy1106. Bro, gefeliciteerd. Jij, ik ga jou zo meteen even doorgeven. Dat jij op de server kan. Dan krijg jij drie maanden krijg jij VIP. En dan kan jij. Of iets anders. Nee, ik denk, nee, je krijgt drie maanden niet VIP. Je krijgt drie maanden een, een speciaal kitje. Dat je een invite hebt gewonnen. En ik zie daar nog iets gebeuren, trouwens. Dat zag ik al toen ik daar stond. Ehm. Um, maar jij kan dus gewoon op de server, server.projectmancraftia is het IP, en join maar gewoon en enjoy your stay hier. Um, ik heb trouwens, voordat we dat allemaal gaan doen, ik wil zeggen dat ik dit heb afgemaakt. Ik heb nog geen muur of geen um, een ingang gemaakt, dat heb ik nog niet echt gedaan. Um, een reden is, ja, ik heb daar niet echt een reden voor, maar wat ik nu eigenlijk wil doen, ik wil hier een uh, plafond op hebben. Auw, dat deed pijn. Ik wil hier in ieder geval een uh, plafond hebben. Wat voor mij best wel chill is. Voor jullie ook. Voor iedereen. Boven voor de monsters. En dan wil ik hier eigenlijk een huisje van maken. Makkelijk gezegd. Binnen wil ik mijn wall of fame hebben. En ja, zo wil ik eigenlijk gewoon uh, een beetje rustig verder gaan. Dan wil ik uiteindelijk wil ik hier ook nog een uh, opening maken. Dat je hier omhoog kan. En uh, dat vertel ik echt letterlijk elke episode. Zo hé, mijn weed is gevormd. Of uh, gegroeid, jongen. Super chill. Oh lord, mijn muziek staat wel, Mijn geluid staat echt heel erg hard. Maar ja, daar hebben jullie geen last van. Voor jullie staat het gewoon altijd normaal. Altijd op 50% neem ik op. Tenminste, heet dat 50%? Ja, 50%. Ik neem altijd op 50% op voor de mensen die het afvragen. Waarom? Het is um, mijn... Oh shit, ik heb een beetje block lag. Dat is een beetje heel erg crap. Uh, nou, in ieder geval, mijn, uh, mijn stem is net altijd even iets harder dan Minecraft-geluid. En ik wil niet dat jullie het Minecraft-geluid echt helemaal niet meer kunnen horen. Want dat is toch wel een, echt, bijna wel het belangrijkste wat er is om uh, het in-game-geluid te horen. Als er geen in-game-geluid is, dan is dat echt heel erg irritant, vind ik, om naartoe te kijken. Of als er geen muziek is, bijvoorbeeld. Uh, tijdens een livestream vind ik dat ook echt super vervelend. Maar ja, zo ben ik. En natuurlijk als dit filmpje heb ik ook trouwens geen muziek gedaan. Nee, heel veel mensen vragen af Sam, waarom zet je eigenlijk geen muziek achter PM Survival? Um, ik wil het eigenlijk gewoon lekker heel erg natural houden. Ik wil het gewoon echt eigenlijk helemaal niks aan editen. Ik wil het gewoon alles puur raw hebben. En dat maakt PM Survival, vind ik. Um, ja, dat vind ik leuk. Zo, wat zit hierin? Ooh. Dag 69. Ha. Ha. Ze hebben wel humor zeg. Dag 69. Van Captain Walker. Um, Captain Walker. Oké, okay, this is going to be interesting, jongens. We hebben blijkbaar. Oh, dit zijn nieuwe mensen, denk ik. Dit is. Oh, ik heb 64 seats. Holy shit. En sticks, nice. Dit is niet Gomir of Goffier. Um, want jullie zeiden van je Sam, je moet uh, Gommie en Goffier oproepen, bla bla bla. Maar ik wou juist afwachten wat hier juist een beetje gaat gebeuren. Want hier was dus om dingen gebeurd en nu hebben we blijkbaar uh, Captain Walker. Oké. Okay. Oh, twee bladzijden. Here we go, guys. Ik ben, dit, ik ben nu alweer drie dagen op dit eiland. Um, Oké. Okay. Al mijn eten raakt op. Van dit zoute water raak ik ook ziek. Oké, okay, dat is best wel logisch. Ik heb hier ook gemerkt dat ik hier niet alleen ben: doordat mijn melons weg zijn en mijn cake ook weg was. Uh-oh. Um, sorry. Ik zie een aantal vage constructies van de andere kant. Het eiland. Ik zal binnenkort maar eens even gaan, een kijkje gaan, moeten gaan nemen. Of deze andere bewoner mij wil helpen om mijn schip te herbouwen. En mijn vijand te verslaan. Um. Oké. Okay. Dit is wel sick. Ik moet hem helpen. Oh, wat, wat? Oh, lord. Wat gebeurt hier? Zonder, was dit er al? Um. Hallo. Wat? Oh, mijn Jesus, Lord. Uhm, daar schrok ik echt. Heel erg van. <laughs> um, Sorry, sorry om je sticks mee te nemen. Ik laag het wel weer terug. Tududud, niks aan de hand. Um, hier krijg je je seats weer. <laughs> Zo erg heb ik nooit geschrokken. Holy crap! Um, oh my God, wie is dat? Um, dude, goed. Captain Walker, is er, is er iemand anders? Nee, is er, dude, is dat dat is Captain Walker? Dat is Captain Walker. Um, Shh, jongens, niet spammen, anders kan ik niet meer lezen. Wie is het? Um, hey, heeft hij wat gezegd of niet? Ik, hey, I don't know. Captain Walker is hier. Ehm um. Ben jij een andere sterveling op mijn land? Ben jij de andere sterveling op... Ja, dat ben ik. Ik las net je boek. Nou ja, dagboek. Uh, oh god. Jezus, ik heb echt een hartverzakking hierdoor gekregen, man. Het is een piraat. Ik wil ook een piraat worden. Arrr, I'm a pirate. Arrr, arr. arr. Um. Hier, wil je, wil je wat melons? Hierzo. Je uh, krijgt wat melons van me. Hé, hey, ik heb toch genoeg? Mag je lekker oppakken? Mag je lekker eten? Zo. Heb je argglees over een schip? Ja. Dat <laughs> heb ik gedaan. En ik. En ik wil je graag helpen. Maar eerst. moet ik mijn huisje afmaken zodat we daar kunnen wonen. Nee, we kunnen daar niet... Ik wil daar niet wonen als wij een schip maar hebben. Want dan gaan we niet zo snel dood. <laughs> Om zo te zeggen. Oké, okay, ik moet zelf eerst misverhalen. Oh, hij gaat zelf... Um, um, waar, 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 waar bleef jij dan... Of waar... Nee, niet. Waar bleef jij dan? Maar... maar vrolijk, vrolijk. Vrolijk. Oh my god, ik kan echt niet meer typen. V ik ik trill helemaal. Vrolijk. Paas en iedereen. Trouwens. Ik spreek je erg oh, wel wanneer ik je nodig heb. Is goed. Captain. Um, tot ziens, I guess. Oh my god. <laughs> Oh my god, ik vind hem zo vet, die Captain Walker. Oh, wow, wat? fuck gebeurde daar? Oh my god, die Captain Walker! Ik heb... ik. Kept... <laughs> Blijkbaar heeft hij toch wel magische kracht of iets, of niet, jongens? Ik denk dat hij wel een soort van magische kracht heeft, want hij... hij... teleporteerde of zo? Ik, nee, hij teleporteerde niet. Of hij teleporteerde wel, want hij, hij stond er ineens. Kat, is nu al de tweede keer dat ik daar vanaf val. Het <laughs> wordt echt dramatisch. Um, ik heb zojuist een hartverzakking gekregen. Maar dat doet er niks aan toe. Ook al was het best wel scary. Um, wat ik eigenlijk nu wil doen. Ik wil hier een, uh, een, 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 een dak op maken. God gloeien, dit is nu al de derde keer dat ik er vanaf val. Oh my god. Um, nee, dit wil ik eigenlijk gewoon zo hebben. Lijkt me wel lachen. En dan kan ik hierboven een beetje fences opzetten. Dat ik er niet af kan vallen. Het is wel handig voor mij, trouwens. Dat ik er niet af kan vallen. Um, en dan wil ik dit eigenlijk allemaal zo hebben. Maar dit moet allemaal van Birchwood hebben. Staat hij er trouwens nog? Hij is denk ik weg. Maar we moeten er dus een schip voor hem maken. Captain Walker. Our brave friend. Arr. Trouwens, uh, jullie zien het waarschijnlijk al aan de titel dan. Um, Daar dat kom ik nu zomaar op hoor. Uh, ik ga dus deze titels ga ik wel een beetje aanpassen. Het is nu altijd PM Survival Dag geweest, bla bla. Maar ik ga dus ook een beetje aanpassen met invites ervoor. En uh, een beetje wat er gebeurt. Bijvoorbeeld, nu uh, komt er iemand nieuw. Captain Walker bijvoorbeeld. Uh, ik ga wel een beetje in die thema daarvan doen. Uh, de, de titels, dat jullie weten van. Oh mijn god, er gebeurt iets. En dat was mijn mobiel die afging. Hartstikke leuk. Um, maar holy damn. Holy damn, ik schrok me zo. Zo kapot hard. Echt. Ik, ik verwachtte dat gewoon totaal niet. Maar blijkbaar. Oké okay jongens, nu moeten we wel even gaan nadenken. Hè. We kunnen ervoor kiezen. Want we, we hebben nog steeds de optie om Gomir en Goffrey op te summonen. Maar is dat wel wat we willen? Is wel dat. Willen we dat? We hebben nu piraten. Ik weet dat Gormir en Goffin waarschijnlijk wel sterker zijn. Ik bedoel, dat is dood en Nou, nee, niet dood en verdoemd is. Maar in ieder geval in die transe trapie zijn dat. Zijn wel echt ontiegelijk sterk. En dat was mijn pickaxe. Ze zijn natuurlijk wel ontiegelijk sterk. Maar... Een piraat. Ik wil een piraat zijn. Ik bedoel... Wie zou nu... Iedereen wil een piraat zijn. Holy damn. Gewoon lekker... De Pacific Ocean. Met je haren los... Als jij lang haar hebt, dan. Als je een jongen bent met lang haar. Dat ben ik eigenlijk niet meer. Maar. Of een dame. Met, met lang haar. Gewoon je lekker je haren losdoen. En dan voel je al dat. dat, dat oceaanwind. Zo. Oh, het lijkt me zo vet. Ik heb nog nooit echt. Um, echt op een hele grote boot gevaren. Mijn vader heeft een boot. Um, die is ongeveer 11 meter. Een zeilboot. Best wel heel vet. Hij gaat ook binnenkort. Gaat hij de wereld reizen. Als mijn zusje het huis uit is. Dus misschien over uh, 6 tot 7 jaar. 6 over. Over 6 of 7 jaar. Wauw. Dat komt echt niet uit. Gaat hij um, een wereldreis doen. En dan ga ik ook een uh, klein stukje mee. Maar dat is pas heel later. Heel heel, heel, het duurt nog heel lang. Maar dat lijkt me in ieder geval wel tof om dat te doen. Holy damn. Ik ga waarschijnlijk van Nieuw-Zeeland. Gaat hij naar um, het noorden of zo. Maar dan ga ik vliegen naar Nieuw-Zeeland. En dan ga ik dan een stukje met hem mee. Maar dan ben ik sowieso een paar maanden onderweg. Dus ja. Yeah. Maar dat lijkt me in ieder geval fucking vet. Om uh, ja, gewoon zo te zeilen. Om gewoon. Ja, een soort piraat natuurlijk. Dan ga ik echt zo'n piraten... ...ipadje um, opdoen. Dat lijkt me zo vet. <laughs> um, jongens. Oh, ik krijg nu net een berichtje. Oh my god. Um, ik krijg net een berichtje van Damien. Hij is... Hij, hij, jullie weten waarschijnlijk. Uh, hij gaat natuurlijk ook PM Survival doen. Wat natuurlijk super tof is. Um, meerdere mensen gaan dat doen. Ik weet nog niet precies wie. Erwin zo... Uh, ik, weet, ik weet nu al van wie het gaat doen. Ehm... Um, Tim, Willem en Damon gaan het doen. Erwin nog niet. Uh, ATG, ik denk het niet, ik weet het niet. Um, ik moet ze allemaal nog even vragen. Maar in ieder geval wel veel mensen willen meedoen. Wat natuurlijk super tof is. Ik wil het niet meteen met 500 mensen gaan doen. En voor de mensen die meteen afvragen van nee. Of gaan zeggen van nee, Sam. Je, vindt, je gaat nu echt de hele serie vernuiken. Don't worry. Het, ik ga tot niks met hun te maken krijgen. Misschien komen ze ooit een keer eens wel langs en. Ja, dan, krijg je, dan gaan we gewoon even gezellig praten en weet ik voor wat. Dan laat ik even zien wat ik heb en zo. Maar voor de rest, er gaat niks echt gebeuren. Er komt niks ergens van waar jullie echt denken van... ...nou, nah, mm, ik ga liever deze serie nu niet meer kijken. Don't worry, dat gaat echt, maar ook echt niet gebeuren. Maak je daar maar echt geen zorgen om. Zo, dan heb ik dat gezegd. <laughs> dat is mooi. Uh, nu wil ik over het volgende onderwerp hebben. Uh, ik zei natuurlijk, op episode 5 komt er de Wall of Fame... Dat komt er niet. Ik wil hier ergens mijn Wall of Fame gaan maken. Maar ik heb er nog geen, ik, ik heb er nog geen tijd voor. Ik, ik moet eerst allemaal andere dingen regelen. Wat net even wat belangrijker is. Ik, wil, ik ben eigenlijk benieuwd of daar Captain Walker nog is. Ik wil even gaan, gaan kijken. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd daarna. Ik denk dat hij weg is. Maar ja, you never know, hè. Ik bedoel, dat oh. Ik zag daar net iets. I don't know. Uh, ik denk dat hij weg is. Hij ah, is denk ik weg. Damn, man, ik schrok er echt heel erg van. <laughs> uh, maar in ieder geval, waar ik wou over hebben. Is. Ik wil natuurlijk. Dat jullie ook hier naartoe kunnen komen. En dat komt eigenlijk op één manier via een warp. Wat ik eigenlijk wil doen. Ik wil jullie heel ver neerzetten. Klinkt heel lullig. En jullie moeten er eigenlijk naartoe varen. Jullie hebben natuurlijk de DIN-map. Maar jullie moeten helemaal hier naartoe varen. En ik kan niet slash home doen. Of je kan... Ja, je kan wel slash back. Of je kan slash home doen. Maar je kan niet slash set home hier doen. Dus dat moet je, daarmee moet je oppassen. Maar mij lijkt het in ieder geval wel leuk als jullie allemaal hier naartoe kunnen komen. Dan kunnen jullie naar iedereen's, ieders eiland. En dat is natuurlijk hartstikke tof. What the fuck? Het wordt trouwens avond. Wat, wat doe ik hier? Ik wou bomen houden. Ik wou birch. Wou ik hakken. Alleen ik kan beter teruggaan. Even gaan slapen. Of de birch moet halen. En... Eigenlijk... Eigenlijk moet ik even wat cobblestone hebben. Ik moet eigenlijk heel veel Nee, maar ik wil eens mijn dak maken. Prioriteit eerst. Dak. Dak is veel beter. Dak is veiliger. I... Ik ga slapen. Trusten. <laughs> Zo. There we go. Dus ik weet, ik weet niet of hier andere mensen. Waar is mijn bed? Is die hieronder? Oh, die heb ik hieronder neergezet. Lekker dan. Zo. So, you can only sleep at night. Oh. Ehm. Um. Ik sliep nog niet. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk vliegen hier een paar admins rond. Denk ik. Ja, hier Tim zit nog in de server. Die zit waarschijnlijk nu die andere werelden te maken. Denk ik. Is die Captain. Oh ja, Captain Walker is er ook nog. Tim en Captain Walker, Walker staan hier gewoon nog. Zie je dat? Best wel creepy. Maar ik denk dat Tim uh, ergens Damien's Island zit te fixen of zo. Want die moest, daar moet nog wat mee gebeuren. En dat, dat, dat werd net verteld. En ik denk dat hij daarom. Timeset day is. Oké, okay. is dat. Het? Oh, dat is Captain Walker. Dat is mijn vriend. Captain Walker. Ik vind het zo vet dat hij hier ook gewoon rondloopt. Hè? Ik ben gewoon niet alleen. Dat is zo vet. Het is, ik hoop niet dat het iemand die OP is. Ik hoop niet iemand die echt magische, bijzondere kracht heeft. Ik hoop gewoon dat het een vriend van me wordt. Hij zit hier ook gewoon rustig te survive, hoor. <laughs> wow. What the hell? Captain Walker. Oh, oh. Hij heeft hier een hele cave heeft hij een... Goed. Um, misschien heeft u nog wat. Um, heeft u nog wat. Of he, heb, je nog wat, heb je nog wat nodig? Ik kwam toevallig even langs. Ik ben nu toch langs als hij nog wat nodig heeft. Ik heb net even iets meer, denk ik, dan hem. Maar ja, misschien heeft hij wel wat nodig. Uh, argh, eigenlijk wat melons. jee, yeah, ik heb je net een hele stack melons gegeven. oké, okay. nou ja, hierzo. Um, kan je zelf wat farmen en ik geef hem wel een hier. Hey, en seeds en ik geef je ook nog wat normale seeds. je mag ook mijn farm gebruiken. hoor, geen probleem. nice. oké, okay, top. ik ga even hakken. <laughs> Nee, oké, okay, niet zo hakken. Arr, bedankt. <laughs> oh my god, ik had dit toch totaal niets verwacht, weet je dat? Holy damn. Captain Walker. Oh, trouw, nou, zou het misschien Captain Walker zet, time set 0 hebben gedaan? Hmm, ik weet niet. Ik weet er echt helemaal niks van. Dat is het leuke. Ik weet niet echt. Ik weet niet wat er gebeurt. Oh my god. Ja, ik, heb, ik ga dus, dus niet zeggen van. Nou, je, jij moet ervoor betalen die, tegen die uh, Walker guy. Um, de reden is van als ik hem laat betalen ervoor. dan worden we nooit echt goede vriendjes. Je kan beter samen proberen van dit eiland af te komen. en uh, dingen te exploren en zo. Uiteindelijk kan ik er natuurlijk niet af. Maar ja, you never know. Zo. Even al, al het Birchwood weg. Hoe lang ben ik eigenlijk bezig met het ontnemen? Bijna 20 minuten alweer. Tenminste, uh, voor, jou, voor jullie waarschijnlijk iets van uh, 17 minuten. Arrrrrr, uh, Walker. Um, ik probeer eigenlijk wat saplings te krijgen. Arr, heb je een boom nodig? Heb je een boom nodig? Je, yep. Ik heb... Um, hoe heet dit deze boom ook alweer? Yep. Ik heb een birch tree nodig. Oh. Oh. Wat gaat hij nou doen? Um. Oh, daar groeien allemaal bomen. De groei. Wauw. Hoe doe je dat? Arr, hier is uw boom. Tiet! Die. Die gozer. Die piraat, die heeft gewoon magische kracht. Argh! ik leer je wanneer een schip af is. Top. Dan gaan we meteen even lekker wat hout hakken. <laughs> wat? <arr>. <laughs> oh my god, die gozer is zo genius. Captain Walker, hij is weg. There you go. Damn, jongens, een like voor Captain Walker. Duid, duid, duid. Heb ik al paar... Ik heb één bird sapling. Oh, wat is dit? Is dit... Oh, dat is jungle sapling. Hmm. Hmm. Hebben we eigenlijk niet zo nodig. Zo, dan pakken we deze maar even mee. Is er al een Warp naar Island? zegt iemand in de chat. Nee, dat is er dus nog niet. Ik weet dat je dit later ziet. Maar er is nog geen Warp. Dat komt eraan. Maar er moeten nog eerst even allemaal dingen gefixt worden. Maar. Uh, dat, 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 waarschijnlijk aflevering 10 ergens. Ik zei natuurlijk van. Ja, aflevering 5 gaat het worden. Maar waarschijnlijk net even iets later. Sorry daarvoor. Ik. Uh, maar ik ben uh, een, een man van mijn woorden, I guess. <laughs> ik ga het uiteindelijk zeker weten doen. Don't worry. Aflevering 10 beloofd. En als het niet lukt, qua plugins of iets, of er een bug is, ja, dan kan ik er natuurlijk niks aan doen. Oh, hier. Mick is geband voor één maand voor schelden door Tim Bains. Oh my God, wat zei die dan? Mick? Ik hoef niet eens te zien wat hij zei. Slechte woorden zijn slecht, jongens. Niet schelden. Zo. Oh. Waarom maak we. Oh, ik wou net zeggen, waarom maakt ze geen geluidje? Maar waarschijnlijk omdat de server even wat lag had. Nou ja, ik heb lag laatst tijd op de Pam server. Jullie waarschijnlijk. Ik weet niet of jullie het lag hebben, maar ik. Heb sowieso op meerdere servers heb ik lag. Dat is echt weird. Ik weet niet waardoor het is. Waardoor het komt, sorry. Tim Bians. Zal Tim Bions. Ik denk niet dat het. I don't know wie het is. Dat is het probleem. Ik vind het, daarom vind ik het ook zo leuk. Ik weet gewoon niet wat er kan gebeuren. Alles kan gebeuren. Alles kan ineens omslaan. Ik bedoel, je hebt Captain Walker. Een beetje van Game of Thrones, hè? De Walkers. Alleen dat zijn gewoon geen piraten. Damn. Wie kijkt die Game of Thrones? Vandaag weer een nieuw episode gezien. Damn, die was vet. Holy damn. Zo. Nou, ik heb in ieder geval niet genoeg birchwood Planks. Maar ik heb wel een dikke progressie erop meegemaakt. Zodra dit af is. Um nou, trouwens, ik, heb, trouw, ik denk dat mijn cobblestone allemaal gesmolten is. Ik weet niet. Dat doet altijd iets van 10 minuten of zo. Ja, dat doet 10 minuten, denk ik, tot alles uh, done is. Maar ik wil in ieder geval dit helemaal zo mooi maken: dat het helemaal gewoon lekker strak eruit ziet, om zo te zeggen. Want ik hoef die ja, niet echt naar beneden. Ja, die, die, die chickens en zo, fuck, dat laat ik gewoon lekker daar zitten. <laughs> Slacht ik wel of zo. On die ik heb er echt vet veel animals op hier naartoe gelokt, maar ze zijn blijkbaar allemaal weg. Misschien heeft Captain Walker ze wel meegenomen. Die zit hier natuurlijk ook. Die zit hier al fucking lang. Dag 69. Holy damn. Um, oh, dat is nog best wel diep. <laughs> daar gaan we niet naartoe. Uh, maar in ieder geval, dit wil ik dus helemaal zo uh, tot daar maken ongeveer: dat het allemaal op één niveau is. Lijkt me wel tof. En dan kan ik hier kan ik natuurlijk ook leuke dingetjes maken. Dat komt helemaal goed. En dan ga ik waarschijnlijk hier ergens de Wall of Fame maken. En dan ga ik het leuk indelen. We hebben in ieder geval een hele cave voor ons, jongens. Dus we hebben echt genoeg te doen. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze spannende episode. Vergeet niet dat groen duimpje te doen. Groen duimpje dat is altijd wel goed voor een, uh, voor een YouTuber. Dus jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. Het enige wat ik kan zeggen is gewoon tot morgen. En ik zeg... Peace!